formalisme is een manier van bestuderen en beschrijven van beeldende kunst. De oorsprong van het formalisme zijn al gevonden in de oude wereld. Plato zei dat de vorm van een ding onze perceptie beïnvloedt. Zijn leerling, Aristoteles, begrepen kunst als een proces van ontwerp van de vorming. Formalistische kunst benadrukt kwaliteiten zoals compositie, kleur, lijn en textuur. Een formalistische beschouwing beoordeelt een kunstwerk op grond van kwaliteiten die in het werk aanwezig zijn. Inhoud, de herkomst, de historische context en biografie zijn niet relevant. De Franse schilder Maurice Denis geeft in dit verband bedenk dat een schilderij, voordat het een krijgspaard, een vrouwelijk naakt of een genre scène is, in de eerste plaats een plat oppervlak is met kleuren in een bepaalde ordening.